Weet je wat ik me laat vertellen? Dus, een verhaal. Vorige week, Valentijnsdag, je weet al, 14 februari, waar sommige mannen hun vrouw verrassen. Ine kwam thuis aan de werk. En wat denk je? Blijkt de hele gang vol met hartjes te liggen. Hartjes, hè? En wat denk je? Het is een route. Dus Ine loopt door die gang, naar de keukendeur, naar buiten. Hangt daar aan de waslijn, op een haakje, de prachtigste jurk. Met een hartstikke mooie ketting erbij. Het kaartje zat er nog aan. Dacht ze. Ik leek op een kaartje te zijn met de tekst. Ik hou van jou. Vind je dat nou niet ontroerend mooi, Guus? Guus! Waar gaan we in godsnaam naar een therapeut? Therapeut. Praten, zei hij. Weet je nog, Guus? Praten. Met je mond. Oh, goed. Lekker stil in huis. Heel bijzonders kwam het toch wel niet uit. Ja, goedemiddag met Linda. Zeg, kunt u mij vertellen hoe ik mij kan inschrijven bij uw datingbureau? Oh, dat moet online. Ja, dat dacht ik al. Oké, dan ga ik dat doen. Oh, nog één vraagje. Staan er bij u ook mannen ingeschreven die kunnen praten? Oh, fijn. Goed, ja, dank u wel. Ja hoor. Dag. Zoals jullie weten ben ik een relatietherapeut. En ik stuur geen rekening op basis van het aantal gesproken woorden, dus spreek gerust. Oké, iets spreken kan natuurlijk ook. Maar voor het uitoefenen van mijn vak is het wel algemeen gesproken wel handig als er sprake is van een zekere relatie tussen de cliënten. En dat lijkt me bij jullie zo te zien niet het geval. Dus ga gerust de deur uit, vervolg je eigen weg. Ga ik mij ondertussen weer richten op het redden van mijn eigen relatie. Wat is er met uw relatie? Ah, met mijn geluid. Met mijn relatie gaat het goed. Hoe is het met uw geluid?
Oké, we gaan het anders aanpakken. Ik ga u vragen stellen. U hoeft alleen maar ja of nee te antwoorden. En doet u dat niet, dan kunt u beter in huis gaan. Vraag 1. Ik investeer in onze relatie. Ja. Ja. Dat is denk ik ja. Mijn partner investeert in onze relatie. Nee. Zo, zeker. Ik zit hier omdat mijn partner het wilde. Ja. Ja. Eensgezind. Ik begrijp mijn partner. Nee. Mag best een keer opwind zijn hoor. Nee. Ik denk dat mijn partner vreemd gaat. Nou, hier zit wat aarzeling. Ik ga de vraag even anders stellen. Ik ga zelf vreemd. Ik ben dan van plan. Oké. Ik geloof dat we het lek boven hebben. Even een open vraag tussendoor. Zeg, wanneer heb je voor het laatst seks gehad? Nou, we moeten even denken dat. Dat was nog voor de millenniumwisseling. Ik schat 1997. Kom op, Linda, hè? Nou, loop je gewoon te liegen. Ja, we hebben heus wel regelmatig seks gehad, hoor. Nou, eens in de 20 jaar is ook regelmatig. En dan tel ik die seks met jou niet eens mee. Erop en in 2 minuten klaar. Oeh, dat noemen wij in mijn vak DWDD-seks. Meneer, is er liefhebber? Nou, het gesprek schiet niet zo heel erg op. Maar dat geeft niet. We gaan 2 dingen eens proberen. 1 is. Jullie gaan lekker naar huis en dan denk je thuis nog eens na of je fijn verder wil met mij en mijn therapie. Of 2, hè, ik ga het over een ander boek gooien. Categorie zwaar geschud. Kiest u maar. Wat is zwaar geschud? Nou, dat is dat ik jullie keihard confronteer met jullie slappe, laffe, egoïstische, kinderachtige houding in het gesprek. Maar dat kan natuurlijk pas doen als u ervoor kiest. Oh, er is nog een optie 3. Ik heb hier een folder van een datingbureau. Een hele goede, al zeg ik het zelf. En misschien is het een idee dat jullie eens oriënteren op de relatiemarkt. Hè? Kijk eens of dat nieuwe perspectieven biedt. Ja. Hey, hallo Wanda. Ja, met mij. Ja. Ik hoop dat je weer 2 nieuwe cliënten krijgt. Ja, ze lopen hier net de deur uit. Kun je zo meteen even langskomen? Oké, tot zo. Ook nog uit elkaar, ach lieve schat, je zegt maar, ik ben.
zijn we kwijt. De liefde, of wat er nog van over is. De liefde, dit soort liefde is toch niet meer om te vreten. Ze lacht me al een tijdje niet zo lekker op de maag, maar zo zouden ik het nooit vergeten. De liefde zijn we kwijt. De liefde, of wat er nog van over is. Vraagzucht, gemakzucht. Dus ik wil ons datingbureau in Nieuw-Dijk in plaats. Dus we gaan los. We gaan weer los. Kom zitten met ons voorraad manloop op de datingsite. Die zijn er zat. Die zijn er echt meer genoeg. En er zijn er vast een aantal die het vermogen hebben om die twee van jou hier naar elkaar toe te laten vallen. Goed zo. Ja, deze twee die gaan zich ongetwijfeld bij jou melden, Wanda. Hey, en liefje, zou jij er dan voor willen zorgen dat zij niet zelf aan het daten slaan, maar dat jij ze voor bent en dat jij ze koopt aan de best matches van de site? De manloot bedoel ik? Ja, precies. Ja, ik denk dat de relatie van deze twee toch wel ernstig beschadigd is. Dus ik wil eigenlijk ook een jaloezieproject inzetten. Oh, ha, en wie gaan we je boos maken dan? De vrouw, Linda. Daar ligt de sleutel. Maar dan bedoel jij dus te zeggen dat ik de man mag verleiden? Ja, daar moet ik wel heel erg mijn best voor doen, want ik ga er niet jong op. Nee, ja, dat kun je. Nee, dat kun je echt. Daar heb ik alle vertrouwen in. En zorg dat die smoor verliefd wordt op je. En dat lukt je echt. En maar niet nadat hij eerst geconfronteerd is met onze best matches, onze mannen. Maar goed. Ik snap het. Oké, ik vind wel dat je ver gaat. Nee, maar het huwelijk mag niet worden geschonken. Zo is het. Goed, mevrouw, u zoekt een man. Een man waarmee u lachen kan. Een man waarmee u huilen kan. Een hele lieve, fijne man. Ja, energiek en enthousiast. Gewoon een man die bij u past. Die zijn er, ja. En wilt u dan, wilt u dat die lieve man, wilt u dat die fijne man ook een erectie krijgen kan? Nee hoor, helemaal niet raar. Het is uw man, u zegt het maar. Kijk, bent u meer van het klassieke, wijn en kaarslicht, romantieke, dan is wat ons betreft een man die een erectie krijgen kan. Ondanks de talrijke bezwaren. Nog altijd niet te evenaren. En ook als u nog een kind zou willen geven, wij de hint toch maar te kiezen voor een man die een erectie krijgen kan. Ook al hoeft dat niet natuurlijk, nee vanzelf, nou ja, figuurlijk. En wanneer wilt u dat uw man dan zo'n erectie krijgen kan? Stel voor, hij zit een lekker wijf, buurvrouw of in het bedrijf. Tennisbaan of in het café. En wilt u dan, goed dan niet, als u zin hebt en niet moe bent, als u tijd hebt in het weekend en nooit als hij een ander ziet. Ja, maar mevrouw, zo werkt niet. Dan slaat het allemaal naar binnen, dan moet u echt niet aan beginnen. Kijk, voor ontspanning en relax is er op het gebied van seks tegenwoordig zoveel leukers dan die ouderwetse neukers met een ongewassen sokken waar je steeds tegen moet jokken. Toch met erectie? Goed, dat kan, nee, geen probleem. Het is uw man, uw warme steun en toeverlaat, uw vriend u terzijde slaat. Begrijp het, ja, en die kan komen en wilt u roepen. Het niet roken. En krijgt u later toch weer spijt, u weet het,
kruiden kan altijd. Dag mevrouw. Gaat u gang maar hoor. Graag gedaan. Goedemiddag. Weet u toch al liefde alleen? Al onze medewerkers zijn in gesprek. Er zijn nog 3 wachtende in het vloer. We vragen u nog een momentje geduld. Alleen, liefde, alleen, nooit gaat hij nog verloren, soms zijn we... Heet u mevrouw liefde alleen? Onze medewerkers zijn nog steeds in gesprek. Er zijn nog 3 wachtende voor u. We vragen u nog een momentje geduld. En dan zal ze weg, net als een kind is geboren. Eeuwige trouw, altijd van jou, alles beloofd en bedankt. Weet u mevrouw, liefde alleen, onze medewerkers zijn nog in gesprek. Er zijn nog 6. Wacht u voor u. We vragen u nog een momentje. Geduld. Deed u mevrouw liefde alleen? Hoe kan ik u helpen de liefde weer te vinden? Ja, goeiedag, ik heb een vraag. Ik ben van plan me in te schrijven bij uw dating site. Oh, dat is leuk. We helpen u graag. Hoe is uw naam? Dat is het hem nou juist. Ja, mijn naam is Guus van Dalen, maar ik wil graag anoniem. Kan dat? Natuurlijk kan dat, meneer. Dat begrijp je heel goed. Ze hoeven het thuis toch niet te weten. Maar ik moet wel een naam hebben, een verzonnen naam dan. Ja, dat dacht ik al. Dus ik had bedacht Jelle van de Wielen. Oh, Jelle, wat een leuke naam. Snelle Jelle. Mevrouw, en die profielfoto, hè? Is dat echt noodzakelijk? Ja, een profielfoto, dat is wel nodig. En heel gebruikelijk ook. Zonder foto kan ook, natuurlijk. En dat is soms een voordeel, maar in uw geval was het een heel groot gemis. Nou, dat is heel aardig van u. Of mag ik je zeggen? Natuurlijk, Jelle. Ik heet trouwens Wanda. Oh. En is er nou zoiets als een soort van een intakegesprek voordat je online gaat? Een intake? Ja. Natuurlijk, Jelle. Voor een intake kun je altijd bij mij terecht. Maar in de tussentijd mag je wel vast aan de slag, hoor. Weet je wat? Ik stuur je gewoon de beste matches. En dan kom je over een week of 2 gewoon even gezellig bij mij dan. Dank je wel. En dat kan sneller, het kost je weinig tijd. Liefde alleen? Ja, helemaal goed. Dan moet jij Kees zijn. Klopt, maar laat ik het maar meteen zeggen. Ik heb een enorme hekel aan mensen die helemaal goed zeggen. Zit je met iemand aan de telefoon? Zeg je, zullen we zaterdag afspreken? Hoor je aan de andere kant van de lijn? Helemaal goed. Helemaal goed, kan het ook 3/4 goed zijn. Wat denk jij? Ik zeg dat wel eens voor de grap, zeg maar als een soort parodie op het moderne taalgebruik. Ik ben het helemaal met je eens hoor, maar ik doe dit voor het eerst, en jij? Nee, ik loop al een tijdje mee, maar zei je dan zojuist, zeg maar. Ja, jij zei zeg maar als een soort parodie. Dat zei je, dat is vreselijk Linda, stoplappentaal. Ja, ik denk ik gooi er maar eens een zeg maartje in, kijk of ik Kees op de kast krijg. Ja hoor. Geestig.
Maar ik ben blij dat we hier zitten, Linda. Ik geloof toch wel dat wij een soort van klik hebben. Ja, misschien wel. Maar om nou te zeggen een soort van klik, dat vind ik nou armoedig Nederland. Daar heb ik wel een soort van hekel aan. Ja, een vriendin van mij had het laatst over een gedumpte vriend. Ik zeg, waarom heb jij Theo, want zo heet hij, waarom heb jij Theo gedumpt? Zegt ze, hij is een soort van niet helemaal straight. Een soort van niet helemaal straight. Weet je wat ik denk? Die Theo is niet gedumpt. Die is gewoon gevlucht voor de taalterrorisme. Dus nee, Kees, dan moet je bij mij niet meer aankomen. Dan hebben we al snel over een gamechanger. Ah, een gamechanger, zeg je. Ja, daar is mijn vorige relatie op kapot gegaan. Alles wat ik fout deed, of dreigde fout te doen, noemde zij een gamechanger. Dus ik zou je willen verzoeken die term niet meer in de mond te nemen. Wat deed je nou fout? Ach, kleinigheden. Oké, ik heb wel eens buiten de pot gepiest. Kees, ja. Dat is toch verschrikkelijk? Echt, dat je vreemd gaat, zal me een zorg zijn, maar noem het in godsnaam niet buiten de pot piezen. Dan wordt het zo smerig van Kees. En jij wordt zo'n enorme loser. Alsof je verdomme niet eens je pik goed kan vastpakken tijdens het plassen. Echt breken, slippertje, ontrouw, bedrog, desnoods schuins marcheren, alles mag. Maar alsjeblieft, nooit buiten de pot piezen. Ik heb het gevoel dat wij allebei wel iets met taal hebben. Ja, dat zal ik wel net te bedenken. Ja. Ik heb toch wel het gevoel dat wij een soort van misschien moeten we dit eens verder uitdiepen in een volgend gesprek. Uitdiepen, ja. Dat vind ik eigenlijk wel een mooi woord eigenlijk. Doorgronden vind ik ook mooi. Of uitvergroten. Wat vind je van uitvergroten? Ja. Uitvergroten. Ja, dat vind ik een beetje. Laat ik zeggen, dan heb ik toch liever. Zullen wij zaterdagavond afspreken naar de bioscoop of zo? Naar de bioscoop, ja, kan wel. Toppie! Sterven van de kou en mijn adem
Mevrouw, heeft u misschien een dame met een roos gezien? Een roos? Ja. Oh, dat is die van u! Oh. Ach, u heeft zeker een date, hè? Ach, spannend hoor. Ik ben echt enorm zenuwachtig. Ja. Het is de eerste keer. De eerste keer dat je een afspraak met een vrouw hebt? Nee, nee. Met een dame die zo'n datingsite. Oh. Ja. Oh. Oh, maar dan heeft u vast ook nog wel een foto gezien van de dame in kwestie. Ja, ja, zeker. Ja, ja, dat gaf echt de doorslag. Het is echt een enorm knappe vrouw. Oh. Ja. Nou, dan herkent u haar vast ook wel zonder Roos. Ik heb haar nog niet gezien. Nou, hier toch ben, wil u misschien een kopje koffie? Dan haal ik het even hier binnen in het café. Oh, nou, ja, dat is goed. Ik ben hier nou toch toevallig. Kom in. Hey, Kari, je bent er toch een leuk. Ach, ja. Heb je net nog een vrouw gezien? Ja, ze liep nogal gehaast weg. Het leek erop dat je een date hebt met twee vrouwen tegelijk. Of komt er straks nog eentje? Nee, dat is gewoon een misverstand. Jij was er nog niet en toen kwam er een andere vrouw naast me zitten. En toen dacht jij, oh, ook leuk als er maar tieten aan zitten, zeker. Nee, nee, dat heb je gewoon helemaal fout. Dat is gewoon een misverstand, hoor. Kijk, het kan altijd nog erger. Je kunt ook een date hebben met een harem. Dat klopt wel roos, die man af. Maar goed, nu Tessa. Jij zoekt een vrouw. Welke van de twee is leuker? Die vrouw van net of ik? Jij natuurlijk, je bent echt veel leuker. Want die andere? Ja, het was gewoon een stom lijf dat zich aan me opdrong, hoor. Ja, gewoon helemaal wanhopig, denk ik. Nou. Zo verliezen, door voor jou te kiezen.
achteraf deed ik het echt nooit meer. Maar je was zo anders in je mee. En ik deed je echt zoveel. Hoewel het tegen mijn verstand in druisde. En wat een treurigheid heb jij mij toen gegeven. In één klik verpestte jij mijn hele leven. Joost mag weten waarom jij mijn pad kruiste. Die zo leuk bij een paar schoenen staan en hebben niet aan de waterkant een erectie met een touwtje eraan. Je bedoelt. Ja, dat bedoel ik. She likes me.
Waar naartoe? Naar de club in Utrecht, bijna elke week. Leuk, ik kom er al vaak. Wat toevallig.
me niet alleen, ik bedenk voor jou, voor het rood en blauw, taal voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar, eens was er een paar, dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van de koning die, stier van nostalgie. Leren
vertellen dat je een eigen leven hebt. Ik moet mezelf vertellen en het onthouden dat ik op jou kan bouwen en niets te vrezen heb. En mezelf genezen van mijn jaloezie. En mezelf genezen van de utopie. Van het altijd een eeuwig hand in hand samen zijn. Een eeuwig samen. Ik moet mezelf leren je niet te willen binden, te houden van je vrienden, want die houden ook van jou. Ik moet mezelf leren je niet te controleren, jou te laten blijken dat ik je vertrouw. En mezelf genezen van mijn jaloezie, en mezelf genezen van de utopie, van het altijd en eeuwig, hand in hand samen zijn, het eeuwig samen. Ik moet dat maar eens wennen, aan je doen en laten. Ik kan erover praten en ik kan het bij je kwijt. Ik moet nou maar eens wennen om niets meer op te zouten. Te leren van mijn fouten, want ik wil je nooit meer kwijt. En mezelf genezen van de jaloezie. En mezelf genezen van de utopie. Altijd en eeuwig, hand in hand samen zijn. Het eeuwig samen zijn. Ik kom van het intakegesprek. Oh, dus jij bent Guus? Ja. Zo, Guus. Even zitten. Dus jij komt voor een intake? Ja. Ik ben echt helemaal nieuw op het gebied van internet eten. Ik heb een relatie van 25 jaar achter de rug. En ik heb echt nooit gedacht dat ik nog eens op zoek zou gaan naar een nieuwe liefde. Spannend, toch? Ja. En je vrouw? Is die al op de hoogte van je nieuwe hobby? Nee, die weet echt helemaal van niks. Ze weet wel dat het niet goed gaat tussen ons, hoor. Dus misschien is ze zelf ook... misschien staat ze hier wel ingeschreven. Ja, maar lips are sealed. En dan bedoel ik... Deze. Heb je al een bepaald type in gedachten? Want ik zeg altijd tegen mijn cliënten, stel dat ik jouw date zou zijn. Wat zou je dan aan mij willen veranderen? Zeg het maar. Wat zou je aan mij willen veranderen? En als het belangrijk is voor de beoordeling, mag je ook wel even aan voelen. Zeg het maar. Ik zou echt helemaal niks aan je willen veranderen. Oh, je maakt me helemaal verlegen. Ook mijn neus niet. Guus, mijn neus. Kijk eens even goed naar mijn neus. Want die vind ik zelf eigenlijk nogal potsierlijk. Mijn neus. Kijk eens heel goed. Ik ben namelijk eigenlijk zelf ook op zoek en aan jou zou ik gewoon helemaal niks willen veranderen. Guus, mijn neus. Die is echt prima. Thank you.
ik zei ja, I like it here for all I fear. En gemeenschappelijks hebben, die net zoals ik ook heel erg op mijn vrouw valt. Zo dat. Ja, ik ben manager van een big company, barst van het geld, heb een boot in Marseille en heb in de week van 22 juni nog geen relatie. Misschien ken je hem wel, dat is echt geweest. Ik ben juni af. Ik zit in het publiek en ze maakt een camera in beweging en ze mij. Met mij, lieve Linda, kies je voor zeker. Ik heb verschillende cursussen gevolgd. Ik zal je er twee noemen. Geluk, dat zit in jezelf. Geluk, dat doe je zelf. Linda, jij zoekt iemand met humor. Dan moet je mij hebben. Ik heb echt de humor aan mijn kont hangen. Ik heb een gedichtje voor je geschreven. Ergens heb ik eens belangen. Nee. Daar ben ik dan. Thank you.
gedaan. Je dacht, ik kom maar eens alleen. Ja. Is het tenminste geen man die er steeds tussendoor zit te praten? Dat was wel een gênante sessie. Nou, ja, gewoon. Want? Nou, laat ik het zo zeggen. Ja, kijk, ik heb beroepsgeheim. Maar soms zit de ene partner zo bot dat de andere met botbreuk het pand verlaat. Nou, dat is bij ons nog beschaafd. Ja. Gelukkig alweer lang geleden. We zijn verder gegaan. Is. Ik heb begrepen dat jullie niet meer bij elkaar wonen. Bevalt dat? Op zich wel. Het geeft rust. Maar ik hoor maar, is er een verschil? Is er een andere kant? Ah. Lieve Wanda, dan ben ik blij je weer te zien. Ik heb je zo enorm gemist. Nou, we hebben elkaar gisteren nog gezien, toch? Ik kan gewoon geen uur zonder je. Ik zat net op die iPhone te kijken naar die film Love Actually. Ken je die film? Ja, die ken ik. Oh, daar heb ik echt al de zoveelste keer zo van genoten. En weet je wat ik dacht? Nee. Nou, wij zouden zo in die film kunnen, hè? Ons verhaal, hè? Hoe wij elkaar via omwegen hebben leren kennen. En uiteindelijk de ware liefde hebben gevonden, vind je niet? Ja, ik snap wat je bedoelt, maar aan de andere kant. Aan de andere kant, ik weet niet of er een andere kant is. Ik zit ook niet te wachten op een man die de hele dag oorverdovend zit te zwijgen. Om maar te zeggen dat er elders in deze regio veel soeps in de aanbieding is. Wat een treurig mensensoort is dat eigenlijk, de man. Sorry, ik kan het best uitsluiten, maar allemachtig, ik heb me toch een partij deprimerende ego's aan me voorbij zien trekken. Vooral velullen waar een lichaam achter gaat. Waar het verstand operatief verwijderd is. Nou, ook anders gaan hoor. Ja, vriend. Ja, moet ik misschien wel zeggen, ex-vriend. Ik kwam hem laatst tegen. Ik sprak hem even in voorbijgaan. Met zijn hoofd in de wolken. Verliefd als een kleine jongen. Zo leuk om te zien. Leuke vrouwen trouwens. Wel een stuk jonger. Ja, aan de kant van maakt dat uit, hè? Nou ja, aan de andere kant is ook maar een film, hè? En ik heb eerlijk gezegd wel een beetje nagedacht de laatste tijd. Dat vind ik nou juist zo leuk. En jij denkt tenminste na, hè? Ik heb een paar dates gehad, nou dan zou ik nog niet meer in het graf willen liggen, hoor. Nou ja, ik heb dus nagedacht over verschillende leeftijden, verschillende achtergronden en zo. En ik ben... Ik ben eerlijk gezegd tot een bepaalde conclusie gekomen. Ja. Je vindt me wel leuk, maar we moeten nog bepaalde dingen werken. Bedoel je dat? Nou, nee. Ik bedoel eigenlijk dat we niet zo bij elkaar passen. Nou, dat is leuk voor hem. Daar komt die vrouw vast nog wel van terug. Nou, ik moet goed begrijpen dat als een man in een nieuwe situatie, in een nieuwe relatie... Ja, dat hij opeens kan veranderen, dat hij ineens heel ander gedrag kan vertonen, dat hij ineens minder gesloten is, dat hij lekker gaat praten en dat hij gewoon lekker blij is. Jezus, wat een lul. Is gewoon een beetje verliefd geworden op een ander. En vertel jij me nou eens, therapeutje. Therapeut. Vertel jij me dan eens waarom ik op dit moment stik jaloers ben. Vrienden, jullie zijn er al. Jullie weten wat voor...
ook en hoe ik heb gevoederd op dat kind. Maar nu ik zie hoe mooi ze is, hoe ze staat naast wie ik is, weet ik niet of ik haar echt zo kutmoe vind. Nu ik zie wat voor geluk zij vond in een jongen met een te groot buik en zijn ogen naar de grond. Ik vind wel dat we goed bij elkaar passen, maar dat we nog aan dingen moeten werken. Hè? Nee. Ja, dat vind ik ook, ja. Ik vind dus dat we niet bij elkaar passen. Niet? Nee. Ja, maar weet je, een relatie, een langdurige relatie met jou, jij en ik samen trouwen, zo. Dat gaat niet gebeuren. Sorry. Dus je vindt mij niet goed genoeg? Jij vindt mij gewoon te oud. Je vindt me een lul. Nee, Guus. Ik vind je geen lul. Dat gaat gewoon niet gebeuren, bij twee. Sorry. Oké. Dus dit was het dan. Wees een vent en kijk omhoog. Wat heeft er ooit iemand eens gezongen in een liedje? Zomaar onverwacht, ik was er amper op bedacht. Krimpt mijn hart ineen, als ik denk hoe wij hier samen, niks apart, op een door de weekse dag. Zomaar zonder erg, gewoon hier samen waren. Het was niet eens mooi weer. Het was niet eens zo ziek, dat we passioneel verliefd of heftig in de bonen waren. Zomaar een moment dat ik nou pas herken, waar ik nooit aan wennen zou, het licht dat in jouw ogen.
een doorgeweekse dag. Zomaar zonder erg, gewoon hier staan en dalen. Morgen kom jij praten over jou en mij. Denk dat allebei wel weten dat een leven zich gaat schrijven. Ben niet kwaad geweest, verbaas nog wel het meest. Dacht dat wij een leven lang bij elkaar zouden willen blijven. Ik was in rampen op bedacht, krimpt mijn hart in één, als ik denk hoe wij hier staan. Zomaar een moment, dat ik nou was herkend, maar ik nooit aan wennen zou, dat jij er niet meer bij zult zijn. Zoals jullie weten ben ik een relatietherapeut. En ik stuur geen rekening op basis van wat de andere gesproken woorden, dus praat gerust. Oké, nou, laat mij dan eerst wat zeggen. Ik heb begrepen dat jullie je georiënteerd hebben op de relatiemarkt en daar niet bepaald gelukkig zijn geworden. En ik weet waarom. Jullie zijn verwend. Hoezo verwend? Verwend met elkaar. Ik zie een mooie vrouw. Nou, is er niet bepaald mooier heb geworden in de loop der jaren. Nou zeg, ik zit er al niet voor mijn lol. Ga je me ook nog een beetje belegen met je hoge tarief? Ja, waarom is die vrouw minder mooi geworden in de loop der jaren? Omdat ze een boterham ontevredenheid is geworden. Nou, daar hou ik nog niet van. Precies. Linda, Guus geeft genooid. Mis je dat? Dat was dus een koningspaar. Dat in het hele land gezien werd als het ideale liefdespaar. Oh. Op een dag kregen ze ruzie. Niemand wist waarom. De koning verviel in een langdurig stilzwijgen. En de koningin, die raakte helemaal in de war. In haar fantasie gingen er 's nachts prachtige jonge prinsessen door de lange gangen op weg naar de slaapkamer. Ja, stop maar, stop maar. Jezus, ik ben die vent echt helemaal stil. Wat een oude hoer. Alles kop. Kom, kom. Dames en heren, ontknoping nadert. Wat wilt u? Een happy end of geen happy end? U mag het straks zeggen. Denk er maar vast over na. Voor het loofzand door je handen, voor de woorden die je zo moest, voor de steen.
uit je handen voor de liefde die je zomaar most. Voor het schip dat niet zal stranden, voor de vogel zingend als een vorst. Ben je klaar voor je massage? Oh, ja, heerlijk. Kom, ik ga maar even. Ja, staat stevig hoor. Happy end. Wie is voor? Ja! Yeah.